Nou, weet je, jij bent de enige die nog in het podium staat. En dan, Onze nieuwe voorstelling is In de Ban van Elisabeth. Dat voeren we uit op 9, 10 en 11 juni 2016. Hier in Hof 88, waar we nu ook zijn. Vroeger was hier het Sint-Elisabeth ziekenhuis. En dat gegeven hebben we gebruikt. Dus die heilige, dat is één gegeven wat we hebben gebruikt in de voorstelling. En het tweede gegeven, dat is ook echt historisch gebeurd in Almelo. Dat is de ter dood veroordeling van Gerrit-Jan Pieperiet. En Gerrit-Jan Pieperiet had een timmerman vermoord. Iemand uit Delden. En hij is ook echt opgehangen uiteindelijk, ter dood veroordeeld. Zijn laatste woorden waren, ik ben onschuldig. En dat feit hebben we ook opgepakt. De geest van Gerrit-Jan Pieperiet waart nog rond hier op de Elisabethhof. Wat nu Hof 88 is. En hij is verbitterd. Want hij is ter dood veroordeeld terwijl hij het niet heeft gedaan, zegt hij. Zijn geest is zo sterk dat hij ook andere figuren vasthoudt hier. Ook geesten. Dus die vinden geen rust. Die willen naar het licht, maar het lukt niet. Gerrit-Jan is verbitterd. Wat is er aan de hand? En op enig moment komt er een spokenjager. Van Ensink is dat. En die wil die spoken wegjagen. En zo'n beetje gelijktijdig komt er ook een meisje ten tonele. Een meisje van 15 jaar. Pien heet ze. En voor die rol hebben we nu de audities. Maar Pien Pieperiet, want dat is ook haar achternaam, Pieperiet. Dus uiteindelijk een verre, verre nazaat van Gerrit-Jan. Die is de sleutel tot alles. En vandaag hebben we dus de audities voor die rol, die sleutelrol van die Pien Pieperiet. We hebben uiteindelijk 14 meisjes op auditie. Komen uit heel Twente, dus Almelo, Enschede, noem maar op. Tussen de 11 en de 17 jaar. En ze zingen eerst twee liedjes. Eén zelfgekozen liedje en een liedje wat in de voorstelling zit. En de meisjes die dan dat het best gedaan hebben, die doen daarna ook nog een spelauditie. Je kon je aanmelden. We hadden ongeveer 25 meisjes uiteindelijk die zeiden van ik wil wel een auditiepakket hebben. En in dat auditiepakket stond helemaal iets over het verhaal. Maar natuurlijk ook wat ze moesten zingen. We hadden bijvoorbeeld twee banden met muziek. Ze kreeg de tekst voor de scène die ze speelt. Dus ze konden zich optimaal voorbereiden.